Ben jij op zoek naar een hele leuke rol op een hele leuke server? Dan kan je helper worden. Kan je ook trouwens altijd meteen inloggen op de server. Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Factions op mijn kanaal. En ik speel eindelijk een keer op mijn eigen fucking server. En ik ben er hartstikke blij mee. Gaat hartstikke lekker op de server. En ik ga eigenlijk beginnen met de serie op mijn eigen server. En niet zoals de vorige episodes die ik gedaan heb van mijn server. Dat ik alleen maar aan het reden was. Dus een beetje aan het chillen was, aan het kloten was. Maar ik ga gewoon spelen vanaf het begin, vanaf nul. Zoals jullie het ook zouden gaan meemaken als jullie een factie zouden starten. Dus op die manier ga ik het zelf doen. Alright, daarnaast staat ook bij. Ik heb ook een andere account. Die komt later wel. Daar kom je vast wel erachter hoe die heet, wie het is. Maar daarmee ga ik heel veel reden. Maar op dit account ga ik inderdaad vanaf het begin gewoon beginnen en kijken wat ik allemaal kan doen. Het enige verschil is dat ik heb en wat jullie hebben is dat ik slash fly kan. Af en toe kan ik flyen. En dat kan ook voor alle andere YouTubers die ik heb in de server. Het is slecht, ik weet 10 games op het moment. En dan mag je vanaf 10.000 subs. Maar weet je wat? Laten we vooral beginnen. Goed, het allereerst je spawnt hier op de spawn. En je kan gewoon, zoals altijd, daar heb ik al 100 video's erover gemaakt, gewoon de spawn hoef ik niet meer te laten zien. Right, je kan member kopen vanaf 20.000 coins. Maar ja, heb ik niet nodig. Want ik ben sowieso al de baas. Dus ik ben al owner. Dus waarom zou je het niet doen? Hoeveel money heb ik? Oh, ik heb 23.000 op het moment. Oké, er wordt steeds meer. Want mensen blijven me geld geven. Ja, ik vind het niet erg op zich. Dus goed, ik ga lekker fly uitzetten. Dus dat is één ding. En ja, als eerste wat je gaat doen eigenlijk is als je binnenkomt is kit start te drukken. Zodra je slash kit start doet, krijg je de starter kit. En het ziet er zo uit. Met chain helmet, chain chestplate, chain leggings en chain boots. Dat is eigenlijk een beetje waar je mee begint. En natuurlijk stone spulletjes. Nou, dat heb ik niet nodig. Dus ik ga het lekker weggooien. De andere mensen mogen het oppakken. Je manpower, misschien wil jij het hebben. Alsjeblieft, jongeman. Heb ik niet nodig, want ik kan namelijk ook de kit van member doen. Nou, als je member bent, stel je voor je hebt dus die 20.000 keer één keer betaald. En dan ben je dus member rank. En als je dat kunt doen, dan kan je slash kit member doen. Boom. En dan krijg je hier allemaal prachtige spulletjes. Dus dan gaan we doen, heel simpel, dit aantrekken, hadste flats. En de stones hoor ik krijg allemaal iron spulletjes. Nou, ook heel handig eigenlijk, want ja, dat hebben we ook nodig. Dat is eigenlijk verschil, zodra je member wordt, als je 20.000 betaald hebt, spaart je de server voor 20.000, dan kan je dat worden. Dat is awesome, goed. Hier wil de server mensen natuurlijk weer eens vol, want er zitten 100 mensen in. Hoi iedereen, er zitten 100 mensen in en het is gewoon een gezellige boel. Er wordt gewoon keihard gewerkt, iedereen is bezig en dat is wat je gaat doen. Ja, het eerste wat je gaat doen in deze server is eigenlijk als je gaat PvP'en, dat mag. Dat wordt de sponsor overkocht. Dat is ook weer nieuw. Je kan voor de PvP arena gaan. Dat zou ik niet doen. Want die mensen die er zitten zijn fucking sterk en overpowered. Maar wat ik zou doen is naar een random TP gaan. Dat is allereerst wat je doet. Gewoon naar een random spawn. Dan kom je ergens uit. En je doet gewoon een pokken ver lopen. Dat zou ik doen als ik jullie was. Gewoon zo ver mogelijk lopen als je kan. En als je dat gedaan hebt, hartstikke goed. Dan ga je gewoon naar je B starten. Maar ik heb mijn home al gedaan. Dus mijn home zit er zo uit. Ik heb hem natuurlijk uitgehakt. Nou ja, hier is een heel duidelijk het op hoog met World Edit gedaan heb. Gaan we niet over liegen. Maar ik heb een mooie plekje voor mezelf. Hallo. Yo. What the fuck? Dit is mijn admin. Oké, okay, maar met mijn opname komt tegen Oren eventjes hier naartoe. Dat is niet de bedoeling, weet je. Nou, in ieder geval, dit is dus mijn admin. GG owner, dus dat is niet erg. Maar ik dacht van, hé, what the fuck, dat klopt niet helemaal. Dit is mijn base op het moment. Het ziet er zo uit. Hij is nog een beetje kaaltjes. En het is dus eigenlijk helemaal niks wat ik hier heb. En daar gaan we vandaag mee beginnen. Want ik ga een keer beginnen met mijn base en niet met minen. Want dat doen we altijd. Dus ik ben gesuspected voor... Iemand heet Rodjogi. Oh, wat? Iemand heet zo. Wacht, ik ga eens even AAC admin uitzetten. AAC admin. En daarom, iemand is dus gesuspect. Ik weet wat er gebeurd is. Iemand wordt gesuspect van Kill Aura. Die heet Rodjogi, met dubbel de 3 A's. En daarom TP die per ongeluk naar mij toe, want ik ken natuurlijk Rodjogi. Alright, dus dat was even duidelijk. Oké, goed. In ieder geval, ik kreeg al gratis een overtje. Ik kreeg gratis dit en een gratis chest krijg je gratis. Dus die gaan we even indelen. Waar ga ik het zetten? We beginnen gewoon hiermee. Om het hier neer te zetten. Chest Hero en Furnace Hero. In deze serie heb ik trouwens veel meer gaan werken aan mijn base. Want in de andere series, jullie weten hoe het allemaal ging. Dat ik... heel simpel wat ik toen deed allemaal is gewoon meer reden, een beetje meer rondrennen, een beetje minen de hele tijd. Maar dat wil ik nu niet meer gaan doen. Ik wil nu een beetje gaan helpen, vooral bezig zijn met de base maken. Als eerste, laten we hem... Faction Creative F. Oh man. S-A-A-C admin. Kom op jongen, ik heb die shit nog uitgezet. F. Create. Oeh, hoe ga ik mijn faction noemen? Laten we beginnen met een faction creator namelijk. Ja. Bro. Meisters. Ah, het kan niet. Bromeisters. Waarom kan het niet?
Nou, doe ik een Bromeister. Haha, de Bromeister. Alright, mijn faction is Bromeister. Het is mijn groepje, mijn faction. En dat is hartstikke toffies. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen op deze manier. Alright, goed, goed, goed. Waarom zie ik allemaal mensen... Iedereen wil meteen allies worden. Dat ga ik niet zomaar doen. Ik kan ook niet vragen of je in mijn faction mag. Want dat ga ik ook niet doen, want ik ken jullie allemaal niet. Dus dat gaan we allemaal even op die manier gaan we het oplossen. Alright, goed. Ik probeer me ook thuis geen message te sturen. Dat is namelijk fucking irritant als jullie dat doen. Alright, ik ga even naar de spawn weer. Want daar is ook de shop. En in de shop ga ik even waar geld uitgeven. Want ik heb natuurlijk geen doekoes. En ik moet wel geld hebben. Dat is wat ik ga doen eigenlijk. Ik moet binnenkort, ik denk nu niet, want ik moet even kijken hoe ik het precies maak. Ik ben niet zo heel goed in factions met allemaal dingen kopen. Het eerste wat ik eigenlijk wil hebben, is eigenlijk diamond spullen, daar niet van. Een food and farming shop. Ja, die heb ik nodig. Food and farm spullen, want wat ik wil hebben, ik wil gaan namelijk verkopen en handelen. En eigenlijk shit verkopen van, of ik ben twijfel, of cactus of sugarcane. Cactus of sugarcane. Weet je wat, we beginnen met, wow, cactus is wel duur. 75 voor één fucking cactus. Ja, laten we gewoon gaan doen. Ik begin wel met 10 cactussen. Nee, 15 cactusjes. En we beginnen ook wel even met een paar sugarcane'tjes. Met een standaard sugarcane farm. Dan een standaard cactus farm. Om daarmee te beginnen. Dat zou ik wel heel erg chill vinden. Dat is heel makkelijk ook. Dus dat is dat. Dat hebben we gekocht. Ik heb nog sowieso iets van 20.000. Ik heb vet wat doekoes. Dus op zich kan ik gewoon zoveel mogelijk spenderen als ik wil. En ik kan ook al met deze spullen kopen. Weet je wat? Ik ga niet zelf zoeken naar diamonds. Ik ben money man. Je weet toch, ik heb cash money. Ik ga diamond kopen. Dus dan ga ik ben natuurlijk OP. Dit kunnen jullie niet, alleen ik kan dat. Bye, 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 bye. Goed, ik ga gewoon allemaal diamond spullen kopen. Dan heb ik dat ook alweer gehad. Dus die gaat daarop, die gaat daarop. Die gaat daarop en die gaat daarop. Dan wil ik ook een diamond sword hebben. Kan ik het ook kopen hier ergens? Oh, dat hebben ze verplaatst. Het was eerst ook een arm weapon shop. Maar dat is dus verplaatst. Alright, geen probleem. Dan weet ik het ook weer. In ieder geval, ik heb nu een beetje wat ik wou hebben. Hoeveel kost de spawners? Ga ik even kijken, want spawners zijn dus wel... Iets wat tof op de server is. Ik ga gewoon slash fly doen hoor. Speed. Fly. 3 laten we houden. Niet 5. Alright. De spawner is... Oh. 60.000 is shit. Are you fucking for real op het moment? Ja goed. Het is even niet anders. 60.000. En we gaan gewoon sparen als een faction. Want later ga ik met mijn faction allemaal zorgen. Dat we natuurlijk allemaal meer mensen in mijn faction hebben. Wat is hier trouwens ook van? Die is de Hall of Fame. Hier zie je de owners. Spooky Penguins te kijken. Hallo Spooky Penguin. Hallo Spooky Penguin. Hoi. Oké, mooi. Ik heb mijn spulletjes. Ik ga meteen weer door naar eigenlijk de random TP. Maar ik ga naar mijn huis. Slash home is dat, hè? Slash home. Je ziet het beneden in de chat ook links. Je ziet dat bij Dwayne. Die heeft namelijk Champion gekocht. Is een rank die kan kopen. Als je ranks koopt, dan support je de server. Hoe meer we geld krijgen voor de server, hoe meer geld ik heb om die geld uit te geven aan de server zelf. Al het geld wat we hierin, ik heb samen met mijn admin, Smiling the Dead besloten, alles wat, alle donaties zo gaat puur in de server. Laten we daarmee beginnen. Oké, goed. Eens even checken, we gaan even, wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik ging eigenlijk voor een farm beginnen. Moet ik zand hebben? Ja, ik ga toch naar de shop, ik heb echt geen zin om alles met mijn hand te hakken. Dat kan ik ook, dat kunnen jullie ook allemaal doen. Even kijken, waar is de shop. Waar zouden we? Ore, armor, nether endstone, spawner shop. Nee, die moet niet zijn. Redstone shop ook niet. Materialen shop. Nee, ik denk het ook niet. Nee, ik wil gewoon zand hebben. Hoppakee. Eens even kijken. Wood, leaf shop, stone shop, clay shop. Fuck, ik moet toch gewoon zelf gaan hakken. Scheid. Oké, jongens, ik ga gewoon zelf dingen regelen dan. Het is niet anders. Jeetje, Mina. Wie is dat? Oh, Smiley. Dit is de andere owner. Alright. Random TP. Oh, die is natuurlijk 1 uur cooldown. Maar voor mij niet, want ik doe RTP. Want ik ben natuurlijk de owner. Je weet zelf. Ja, ja. Kijk, hier moest ik zijn. Hé, en cactussen. God damn it. Ik had net zo goed hier kunnen zitten met die cactussen. Maar ik wou zand hebben, dus laten we daarmee beginnen. Ready your shovel. Pa, 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 pa. Berserker mode. Shovelen. Ah! Fuck a duck. Au. Alright. Nou, thanks. Nog meer zand. Ah, fuck. Berserker mode. Geweest. Oké, in ieder geval, ik heb dus nu genoeg zand. Ik heb een stack zand ondertussen alweer. Dat is genoeg voor glas en voor wat wil ik maken sowieso. Zand had ik nodig voor mijn sugarcane farm. Dus dat wou ik graag hebben. Zand om daarop te laten groeien. Dus dat is één ding wat ik nodig had. Dan ga ik ook een paar cactusjes verzamelen. Ik bedoel, waarom zou ik het ook niet doen? Hupsakee. Dan ga ik meteen even cactusjes verzamelen. Dus goed om me heen blijven kijken dat ik geen mensen tegenkom. Slash F map. Ik zeg geen factions. Dat is een tip die ik jullie geef. Want ik merkte op een gegeven moment op mijn oude server, voordat het resetten was.
Want er was laatste reset. Dat was vorige maandag. Zaterdag op het moment. Nu 2 september vandaag. Dus dat is ongeveer de 31ste was dit. Als dat. Was er een reset op de server geweest. Dus wat ik merkte voordat die reset er was. Dat heel veel mensen slash random TP doen. Oftewel die wat ik net gedaan heb. Aan dat bordje in de spawn. Aan een random TP ging is gegaan. En dat hij daar gewoon uiteindelijk gewoon heel dicht bij je base zet. Als faction. Nou, dat is een vet stom. Dat moet je gewoon echt niet doen. Dat is namelijk helemaal niet slim. Daar is ook iets nieuws. Want heel veel mensen hebben al gespeeld op deze server. Is iets nieuws bijgekomen. We spelen ook op custom. Wow, lag. Hebben we ook custom. Hoe heet het nou? Biomes hebben we gezet. Dus heel veel mensen hebben hele vette biomes kunnen vinden. Want die zijn custom. Dus ik ga het even zoeken, ja? We gaan gewoon random TP doen tot we een custom biome hebben. Nou, hier hebben we al meteen al eentje. Dit is fucking awesome, al die bomen. Maar ik ga nog eentje zoeken. Deze. Kijk eens aan. Custom biome. Fucking ziek, vet grote boom. Ziet er echt vet nice uit. Het is echt super dope dit. Het is echt hartstikke dope. Hier beneden kan je komen. Er blijkbaar is iemand hier al geweest. Even kijken nemen. Dus F-map. Dat bedoel ik. Zoals nu heb je een kingdom. Of kingdom Yennava, zal ik zeggen. Dus een faction heet Yennava. Bij random TP. Want het zijn wel dezelfde altijd. Het zijn er een stuk of 50, 60 volgens mij. Maar als je daar meteen gaat bouwen. Zoals Yennava is gedaan. Het is heel makkelijk om je faction te zoeken. Mijn faction is heel moeilijk te vinden. Oh, vet deze biome trouwens houden. Bam. 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 Alright. Hop. Dan gaan we. Het is heel moeilijk om mijn faction te vinden namelijk. Want ik heb het op een plek gezet. Ja, ik ga niet zeggen waar het is natuurlijk. Anders gaan jullie me opzoeken. Dat doen jullie nou helemaal gewoon. Dat hoort ook bij. Dat is factions. Maar dan ga ik jullie dus niet aan jullie neus hangen waar ik zit. Dat is niet zo slim namelijk. Dus ik ga er ook niet toe nu. Ik ga er ook even niet minen. Ik wil niet in de buurt van mijn faction minen. Doe ik wel als ik offline ben. Als ik zelf ga spelen. Paf, paf, paf. Alright. Wat ik ook wel eens wil aangeven. Ik ga binnenkort ook video's maken op mijn tweede account. Ik heb er dus 2. Ik weet niet of het gezegd is in deze video. Maar ik heb 2 accounts. Die andere ga ik vooral raiden. En daar speel ik serieus op. Want ik speel ook zelf mijn server natuurlijk. Want ja, ik ga, anders moet ik alles opnemen. Dat is voor dit account. Op Rotjochie ga ik alles opnemen wat ik doe. En op het andere account ga ik de naam nog niet van noemen. Maar ja, sommigen weten het natuurlijk al als je de video kijkt. Hou hem nog even voor je. Maar op dat account speel ik serieus. En dan ga ik proberen om daar de grootste faction van de server mee te krijgen. Met een paar van mijn vrienden. Op dit moment is trouwens de grootste faction. Welke faction is het grootst? Welke faction is het sterkst? Oh god. Au. Godverdomme. Dan gaat wel heel snel die die. Ja, het is inderdaad die Vortex is dat. Vortex. Die zijn met z'n echt heel erg veel. Het is echt niet normaal. Er zijn met heel veel gasten zijn dat. En dat is wel helemaal prima. Er zat ook een van mijn helpers bij. Bij Vortex. En hij was eerst admin. Maar hij heeft gekozen om gewoon te spelen. Dus daarom, als je ooit gereden wordt door Raf Gerrits. Dus een van de helpers. Speelt hij legit. Hij heeft ook geen fly mode. Heeft helemaal niks. Want hij heeft gekozen om ook zelf te gaan spelen. Het enige wat hij kan is een beetje op de chat letten. Daarnaast zoeken we meteen. Ga ik jullie meteen aanmelden. We zoeken ook nieuwe helpers op de server. Zoals de titel ook zei. We zoeken helpers op deze server. Dat is namelijk heel erg druk. Je ziet dat de chat gaat als een malle tekeer. En we zijn nu met een team van, ik denk, 10 man. Daarmee kunnen we het gewoon niet bijhouden. Het is echt, het is gewoon heel lastig, zeg maar, om het bij te houden. Om de hele chat bij te houden. Ik ben er zelf niet altijd bij. Ik werk gewoon knijterveel, zoals heel veel van jullie weten. Het is gewoon niet allemaal te doen. Dus ben jij op zoek naar een hele leuke rol op een hele leuke server, dan kan je helper worden. Dan kan je ook trouwens altijd meteen inloggen op de server. Want zoals jullie weten, een paar mensen hebben er al heel veel over geklaagd. En die klachten, we zijn ermee bezig om het groot te maken. Maar bij 100 mensen is de server op het moment gewoon vol. Want anders kunnen wij niet lekvrij spelen. En willen we dat wel doen, moeten we meer money betalen. Maar ja, daar hebben we het over gehad. Dat zijn die donaties. Maar als je een helper bent, krijg je natuurlijk VIP-rang. En met VIP-rang, hetzelfde als die alle champions, alle legends, iedereen die gewoon gedoneerd hebt. Dan sta je op een VIP-lijstje, een soort whitelist. En dan kan je gewoon altijd de server joinen. Hoe vol die ook is, jij kan erin. Dus dat is wel dope. Dat is altijd wel chill voor iedereen natuurlijk. Dus als je ook helper wordt, kan dat ook een keer altijd spelen. En je kan gewoon mensen kicken en muten. En dat zoeken we gewoon. Mensen die de server willen helpen door te ondersteunen. Door gewoon online te zijn. En zorg ervoor dat gewoon niet iedereen heel raar doet. Dus laat even een reactie achter. Van hey, yo, ik wil graag in je server als een helper. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Ga even kijken. En natuurlijk ook de reden waarom. Niet omdat je... Ja, ik wil graag helper worden, want ja, ik wil graag power hebben en bla. Geef je ook meteen je Minecraft naam. Zeg dat je in de server zit, welke faction je hebt. Dan kan ik ook zien hoeveel uur je in deze server al hebt zitten. Dat je niet vandaag voor het allereerst op mijn server komt, omdat je puur alleen maar omdat je helper wil worden. Dan hebben we er natuurlijk niks aan. Je moet natuurlijk wel iets met de server zelf hebben. Dat je daadwerkelijk wilt die beter wordt. Want jij speelt er al heel lang op en je hoopt dat het beter gaat. En je kent al mensen op de server. Dan heb ik er wat aan. Niet als je nog nooit op de server gespeeld hebt. Heel veel mensen trouwens... Weet dan niet hoe die server heet. Het is play.heropvp.com.
minecraftfactions.nl. Natuurlijk staat natuurlijk onder mijn webcam staat het, maar sommigen willen dat alsnog weten. Nou, goed, ik heb gedaan wat ik wil doen. Ik wil eigenlijk een... Ik heb iron? Nee, ik heb geen iron, scheisse. Gaat weg. Ik wil op zoek naar iron, want wat ik wou doen, is eigenlijk heel simpel. Ik wou eigenlijk die farm gaan starten, maar het probleem is... ik vind niet echt een cave waar ik heen wou, dus ik ga gewoon lekker naar slash home. Is geen probleem, dan ga ik gewoon hier beginnen met de cave, weet je wat? Volgens mij had ik hier een cave achter zitten, in een van de hoeken. Dat weet ik nog. Een van de hoeken, daar zit een cave achter, dus dat is niet deze. Godverdomme. Is het deze hoek? Nee, really? Kans is gewoon 1 op 4 dat ik hem vind. En ik heb alles fout gehad. Dus ja, het is niet slim als ik vandaag naar het casino zou gaan. Alright, ga ik die 4 in gooien. Ik ga een paar spulletjes in mijn gratis chest droppen. Misschien ik beter 2 chests kunnen maken. Maar weet je wat, ik stop het allemaal in. En we gaan het wel zien allemaal wat ik eruit kan krijgen. Mooi. Goed, ik heb mijn spulletjes erin gedropt. Even zoeken. Daar is de ingang of de uitgang. Ik zet even 2 torches ernaast. En ik vind hier gold. Oh ja, ik wil weer lekker verkopen, dat weet ik. Dus ik ga gold meenemen. De gold kan je hier lekker verkopen op de server. Dus dat ga ik zeker doen. Dus even kijken. En daar is de iron die ik nodig had om meteen te beginnen aan mijn farm. Maar ik heb er 3 nodig en ik heb er nu 2. Dit. What the hell is dit? Zien jullie dat? Als jij weet wat het is, jongens, laat me even weten graag. Want ik vond het heel freaky wat daar was. What the fuck was dat? Nou, in ieder geval, ik ga met mijn pickaxe lekker een paar iron hakken. Dat is eigenlijk het enige wat ik wou doen. En ik echt ook... Oh ja, ik ga meer torches plaatsen. Want heel veel kijkers worden helemaal lijp. Ah! Doe meer torches, we zien niet wat je doet. Ah! Dus oké, is goed. Vanaf hier nu torches geplaatst. Oké, zijn we nu happy? Zijn we happy allemaal, kijkers? Zijn jullie allemaal happy? Ik wel tenminste. Alright, goed. Dan gaan we naar spawn weer. En dan gaan we... Kut. Het is home wat ik wou hebben. Gaan we naar home weer. En als ik bij home ben, ga ik hierin. En waar is die kool? Ik had kool gehakt, dat weet ik nog. Had ik geen kool gehakt? Oh jawel, maar mijn sting was vol. Fuck! Nou, dan ga ik nog vliegen. Kijken of ik naar de oreshop kan gaan. Waar is oreshop, oreshop, oreshop? Kijken of ik wat kool kan kopen. Dat is van te doen, volgens mij. Bye, kool, kool, kool. Oké, hup. 2 kools gekocht. 32 kools, dat is van elkaar, volgens mij. 36, hupsakee. Iron even smelten. Omsmelten natuurlijk daar een bucket. En dan ga ik... Lava moet ik vinden. Nee, water moet ik hebben. Moet ik even... Ik hoor de stapjes, maar waar mijn eigen stappen? Oké, ik moet even lava hebben. Dus wat ik ga doen. Even water hebben. Maar het eerste wat ik moet doen natuurlijk is eerst zorgen dat ik mijn bucket heb. Kom op. Duurt lang. En hier ga ik mijn base maken. Ik denk mijn plan is om deze lengte te houden. Deze hoogte. En dan dat ik zeg maar 3 verdiepingen fix. Of 2 verdiepingen fix. Dat ik gewoon best wel een sterke base heb. En daaromheen steen, water, steen, water, steen. En dan zorgen dat na tijd, zo snel mogelijk, dat ik dat kan vervangen natuurlijk voor obsidian. Want dan ben je natuurlijk, de sterkste shit. RTP. RTP. Haha, dat kunnen jullie allemaal niet. Ik wel, want ik ben cool. Hop, en dan ga ik naar home. Hoppa, kijk eens aan. Dus, het eerste wat ik ga doen, is nu even zorgen dat ik een klein farmpje heb. Oh jeetje, hoe maak ik het eigenlijk een cactus farm? Ik heb zo lang niet meer letterlijk gesurvivald. Wat ik ga doen is eventjes... Volgens mij moet je gewoon even iets uithakken. Ik ga het gewoon even uithakken zo. Ja, ik maak het gewoon even midden in de kamer, want ik moet gewoon geld hebben. Ik ben gewoon te scared, dus ik ben gewoon een arme sloeber op het moment. Oh god, volgens mij moet ik... Oh god, ik heb even fouten gemaakt. Wat ik ga doen, het beste is even een oneindige waterfarm maken. Dus ik ga deze terug. En dan doe ik slash back. Hup. En slash home. Kijk, daar heb ik een oneindige pool, geloof ik. Juist, nice! Alright, dat heb ik dus gefixt. Ja, super legit allemaal natuurlijk gedaan. En dan ga ik zand zetten. Zand, 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 zand. En dan zet ik hier water. Dan moet dit weer zand worden. Zand, 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 zand. En dan ga ik die torch later weer terugzetten. Maar voor nu doe ik het even zo. En hier kan ik weer water doen. Alright, voor nu heb ik het even op deze manier doe ik het dan. Het ziet er niet heel veel niet echt mooi uit of zo, maar... Hoezo kan ik geen sugarcane plaatsen op zand? Dat kan toch? Sugarcanes kunnen toch op zand? Hè? Sugarcanes horen toch op zand? Ja, maar hoezo kan ik dat niet doen? Huh? Wat? Oh, je moet er eerst water aan hebben. Oké. Oké, dank je. Thanks.
Kijk, dat is chill van de server. Iedereen reageert heel lief op elkaar. Iedereen helpt elkaar uit. Oh, maar ja, misschien omdat ik het ben, daar niet van. Maar, oké. Het is, in ieder geval ben ik er blij mee. Mensen me willen helpen. Hup, 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 hup. Tak. 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 En. Tak. Geen stromingen? Nee, mooi. Alright. Nou, sugarcane staan er. Dat gaat lekker groeien. Dat gaat vanzelf wel. Het komt vanzelf allemaal wel goed. En voor nu doe ik ook even deze twee erop. Want, YOLO. Waarom zou ik het niet doen, hè? Goed, even kijken. Nou, voor nu haal ik het even op deze. Helpt Rotjochie de Minecraft world door. Thanks, bruh. Eigenlijk mag ik me niet messagen. Maar voor deze keer, omdat ze me geholpen hebben met z'n allen. Had ik hier niet iets gezet? Oh nee, dat is aan de andere kant. Alright, in ieder geval mensen. Ik haal het hierbij. Dus ik heb nu even een lelijke farm. Volgende keer zou het natuurlijk vergroeid zijn. En even kijken wat doen. En dan zie ik het vanzelf allemaal wel. Dus mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. Zie ik je graag in de volgende Minecraft Factions op mijn eigen server. play.heropvp.nl. Hopelijk vond je het awesome. Laat een blauw duimpje achter en ik zie jullie graag in de volgende video. Peace!